On the first day of Christmas, Santa gave to me a sniper and a snow globe. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4 geloof ik, of 1.4. Ik weet het allemaal niet meer, volgens mij was 1.3. nog iets. Maar wat maakt het uit? Het is Kerstmis! En in de vorige aflevering zijn we in de dungeon geweest en hebben we al het verschillende wapens gevonden. En hebben we dus ook al kerstpakketjes gehad, of ja, kerstcadeautjes. En kunnen we dus de snow globe doen. Maar allereerst wil ik eerst deze heel eventjes gaan reforgen. Speed hoeven daar niet op. Knockback. Het liefste zou ik Unreal willen hebben op deze. Ik ga voor Unreal. Nasty. Rapid. Godly. Het liefste zou ik Unreal hebben, maar Godly, daar kan ik je nee tegen zeggen. En deze moeten wij ook trouwens nog ophangen. Maar goed, in deze aflevering gaan wij dus een snowglobe event doen. En gaan we dus een kersthuisje bouwen voor de kerstman. Er komt nog een andere NPC bij, die wil ik eigenlijk daar een beetje gaan bouwen. Dus, en natuurlijk een huisje voor... Nou, laten we eerst de wapens gaan doen. Leuk kersthuisje voor de wapens, waarom ook niet. Maar laten we eerst beginnen met een snowglobe event. En dat kunnen we het beste natuurlijk doen bij... Je hebt helemaal gelijk, Leesion. Ik moet natuurlijk zo snel mogelijk eerst eventjes mijn geld eventjes quickstacken. Want anders zijn we dadelijk weer een platinum coin kwijt. En dat zou natuurlijk een enorme grap zijn als dat gebeurt. Goed, nou, het wordt dan toch al avond. Dus is dat een golden butterfly? Nee. Ah. Ik wou wel zeggen. Ik bedoel, serieus. Oké, nou. Laten we heel eventjes onze hulp van Leafeon er even weer bij pakken. Want volgens mij... Oh, Leafeon die staat naast ons. Hoi. Wat maar die... En dan gaan we dus beginnen met ons event. En dan ga ik dus bij ons Battle Arena staan. En ja, onze beste manier is eigenlijk om... ik weet niet, volgens mij zou het het makkelijkste zijn om... Hebben we de Lava Charm nodig? Nee, dat is pas als dat erin. Maar ik denk dat het makkelijkste is als we deze hier neerzetten. Omdat als beesten hier overheen proberen te springen... Dat ze dan geraakt worden door die vuurkeizers hier. Dus nou ja, we gaan ze gewoon even aanzetten. Zo, we gaan hem aanzetten. En we gaan het gewoon doen. Sniper tijd! Frost Legion is... Oh, dat duurt eventjes. Nou ja, dan... misschien dat ik er een kerstkoekje dan bij pak. Ik heb mijn range setup, heb ik al. Ga ik niet voor potions trouwens? Nah. Oké, nou, ik pak gewoon even een koekje. Wat een mooi effect. Nou, kom er nog. Ook nog eens. Dus we hebben een Blood Moon. En een Frost Legion nou. Als ik dat had geweten van tevoren. Oh, Danny is al weg. Oftewel, nu mee. Oeps. Ik denk dat ik dit toch echt een beetje te dichtbij heb gemaakt bij het Fisherman's huisje. Ik zie nog niks aankomen. Oh, Terra die heeft het ook al niet... Nee! Dat was Terra Gaming! Oh, kijk, daar hebben ze al. Hallo! Stuiterende sneeuwpopjes en schietende sneeuwpopjes. Wat leuk! Zie ze stuiteren, dat is grappig! Maar, ze mogen met wel wat meer komen, want serieus. Jee, dit duurt lang. Nou, blijf jij dan maar daar stuiteren. Op zich zijn we op een stadium gekomen dat we het dus heel makkelijk gaan hebben met ja, de Frost Legion. In verband met, ja, wij zitten al behoorlijk ver op, want je kunt dit zelfs op pre-hard mode doen. Al zijn de beestjes wel gevaarlijk, daar moet je natuurlijk wel wat rekening mee houden. Pre-hard mode. Maar op het moment dat je op hard mode... 1060. Op het moment dat je op hard mode zit... Ja, dan wil je er wel een beetje voor uitkijken. Dus, ja, onze damage is gewoon unreal op dit moment. Dus, of ja, sorry. Godly. Poink. 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 Het enige wat ze droppen, dat zijn sneeuwblokjes. Dus ja, heb je sneeuwblokjes nodig, dan is het wel handig. Nou, voor die beesten daar ga ik me nog niet eens druk over maken. Maar, dit is dus praktisch de... Ga neer. Dit is de Frost Legion. Stuiterende sneeuwpopjes.
En dit moet je doen om niemand minder dan de kerstman uit te nodigen in jouw wereld. Hoi, 1080. Deze video is maar in 27p. Omdat namelijk de resolutie van de game op 700... Minerva? Ach, serieus, van Harry Potter? Oh. Ik denk dat we heel erg veel NPC's ook kwijt gaan raken op het moment dat wij bijvoorbeeld de Pumpkin Moon of de Frost Moon gaan doen. Oink. Oink. Hoor jij niet gelijk weg te smelten? Ik bedoel, serieus, maar ja, ze hebben wel 440 geld. Oink. Oink. Ah, ik miste ook nog eens een keer. Hé, hoezo overleef jij dat? Ga weg. 1930 zeg, zo. Nou, voor mij mogen ze ondertussen wel wat meer spannen. Maar volgens mij spannen ze dan maar heel weinig in verband met de Blood Moon. Laten we eens even kijken. Hoi. Ik dacht even dat jullie heel veel zouden spannen. Nou ja, ze doen toch 55 damage. Het zou wel een beetje teleurstellend zijn op het moment dat ik dit niet zou overleven. Dat moet ik wel zeggen. Als ik hier nou echt in paniek zou moeten gaan raken, dan heb ik toch iets fouts gedaan. Dat is... Oké, misschien dat het met een blad moet te maken heeft. Ik weet niet. Maar normaal gesproken spannen ze in vele grotere nummers. Ze zijn nogal moeilijk te raken omdat ze dus overal heen stuiteren. Ah, je hebt een kerstpakje. Wat leuk. Ik hou van de sniper. De sniper is leuk. Oh, hoi. Wat raakte mij? Oh, dat is zo'n kerstman die schiet. Tuurlijk. Poep. Hier, die stuiten er gewoon overheen. Oink. Oink. Kun je nagaan als je dit met medio bullets doet? Ja, oh, oh! Het hele huis zit er hier vol mee. Ik wonder dat iedereen hier... Mumee, je huis is infested met sneeuwpopjes. Auw. Kom op. Oké, prima. We gaan eventjes naar golven geschud. Ah, trouwens. Pom, 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 pom. Ik wou het eigenlijk met de sniper helemaal gaan doen, maar vooruit dan. Ik denk dat dit eigenlijk een beetje meer een betere plek is om waves inderdaad te gaan doen. Dat ik hier een extra trapped battle arena of zo moet gaan maken. Dat ik meer van die geizers of zo neer moet gaan zetten of zo. Paas erop. Sneeuwpopjes. Dit gaat al een stukje sneller. Daar ben ik wel blij om. Het enige nadeel is die sneeuwpopjes. Die kunnen dus ook sneeuwballetjes gooien. En die sneeuwballetjes die worden dan ook nog eens een keertje sneeuwblokjes die je dan weg moet mijnen. Anders ja, verpest het gewoon heel de woning waar dat je zit. Dus Mr. Stabby Banner. Maar hoe verder dat ik deze kant op ga, des te minder dat er spant. Oké, weet je wat? We doen gewoon een point. Hey, de enige die mag schieten, dan ben ik. Zo, hier is dan. Poink, 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 poink. Jullie hebben helemaal niks. Stelletje, hoopje sneeuw met jullie blad moet gebeuren. Oké, ik moet jullie wel zeggen dat gestuiter is erg. Erg irritant. Ga neer, ga neer. Jij ook. Hé, het is al voorbij. Het is al... Ik moet mijn helft in de gaten houden, zeg. Oh, ik zat mijn helft totaal niet in de gaten te houden. Ik ben echt dom. Ik ben gewoon doodgegaan door een Frost Legion. Shame on me. Stout ik. Nee, serieus. Shame on me. Dit is onacceptabel. Jouw schuld. Met je blije bakkers. Ik heb echt... Ik haat clowns, jongens. Dat is geen grap. Dan zou je denken van... dat is een stereotype. Nee, echt serieus. Ik ben geen liefhebber van clowns. Ik heb Bassie ook nooit leuk gevonden. Dus... Bassie, hè? Oh, ze hebben mijn trap hier gewoon... Auw.
Ik ben hier in één keer heel erg druk, jongens. Zullen we dat gewoon niet doen? Wat zit ik daar nou weer? Oh, daar ligt gewoon een grave. Wat leuk. Oké, nou weet je wel, ik pak gewoon eventjes de sniper erbij. En dan ga ik wel hier staan. Ik wil eigenlijk dat blokje weghalen, want nu hebben ze dus zeg maar een extra drempel. Daar ben ik niet blij om. Poef. Auw. Leuk, Josje, geraakt wordt door je eigen traps. Goed. Kan ik heel eventjes mijn geld op gaan halen? Oh, ik kan gewoon niet geloven dat ik daar echt door ben gegaan. Maar, dat huisje... Ja, ik denk niet dat Mumee blij zou zijn als hij daar nog steeds zou wonen. Dus ik denk of dat ik dat inderdaad helemaal moet gaan veranderen. Of dat ik heel de Battle Arena, dat ik gewoon ergens anders een Battle Arena neer moet gaan maken voor Waves. Dus, want die Battle Arena die staat wel heel erg dicht bij het Fisherman's Huisje. Waardoor dat Fisherman's Huisje het niet echt overleeft. Dus... Nog een money throw. Nou, dat is wel heel erg veel toevallig. Hoi. Nou, op zich, als ik zo de hele tijd links, rechts, dan zou ik... En dan swappen naar... Ik zou het kunnen doen eventueel. Misschien dat ik dat later nog wel een keertje ga doen. Maar... Ik bedoel, het is niet dat ik die Battle Arena dan weghaal of zo, maar ik moet er echt iets voor gaan verzinnen. Dus, want daar kunnen wij echt niet die waves doen die ik eigenlijk van plan ben om te doen. Maar goed, de Blood Moon is bijna afgelopen. Ik bedoel, het is weer bijna dag, dus... Ik kan wel zeggen... Wacht even, ben ik echt door een vos neergehaald trouwens? Schaam. Schaam mezelf. Ga neer, ga neer, ga neer, ga neer, ga neer. We krijgen alweer genoeg presents. Misschien tot daar weer wat... Mr. Stabby. Ja, ik ben echt neergehaald door. Is nooit gebeurd. Jullie hebben niks gezien. Het is een leugen. Zo. Goed. Eerst eventjes dan een leuk huisje gaan bouwen van... Volgens mij gaat het een beetje dezelfde stijl worden als het huisje van de multiplayer serie die ik toen had gemaakt. Ik bedoel, ja, waarom ook niet? Waarom vallen er hier zoveel slimes? Ga weg. Hopelijk komen de fishermen snel terug. Ik krijg weer cent, wat niet de bedoeling is. Laten we dit ook even heel even uitzetten. Ach, waarom ook niet? Poef. Oh ja, dat ding, we moeten eerst chargen. Slim ik. Dan maar zo. Woep. Nou ja, dan ligt hier toch extra health. Als we hier het huisje van Commons hebben... ik weet niet, dan zou ik jou eigenlijk ergens anders neer moeten zetten. Maar ik denk dat ik hier tussenin wel een leuk huisje kan maken. Het hoeft niet groot te zijn. Ik bedoel, dan zetten we deze even ergens anders neer. Deze zetten we ergens anders neer. Deze die minen we gewoon heel eventjes. Jou zetten we ergens anders even neer. Eens even kijken. Als we jou dan nou eens eventjes... Het is ondertussen kerstmis, hè? Dus de pompoenen mogen weg. Dan zetten we jou eventjes hier neer. Net zoals de zonnebloem, die zetten we er dan gewoon gezellig naast neer. Ik ken dat niet. Wacht, dat is toch een... Nee, dat is een daybloem. Dat is de sunflower. Doei. Zo. En wat hadden we dan nog meer? Ja, de money through, die kunnen we dadelijk verkopen. Oh ja, deze die hadden we nog. Dus kan die dan net niet? Nee. En dat vind ik een beetje te dicht op. Dan zetten we die in het huisje. Dan maakt mij het uit. Waarom ook niet? Moet je kijken of we sneeuwblokken dat we ondertussen wel weer niet te pakken hebben gekregen. Kunnen we heel eventjes... Poef. Dank je. Hebben we een beetje meer ruimte. Oké. Okay. Nou, hoe gaan we dit even aanpakken? Ik wil het wel een beetje leuk maken. Dus vanaf hier dan. En dit is dan voor de kerstman. Dit huisje dat wordt dan voor de kerst. Nou, trouwens eigenlijk... De mechanic is weer terug. Dat is nou Marshanna. Ik vind het zielig voor Terra. Sorry Terra als je dit ziet. Sorry. Daarom vind ik het eigenlijk best wel vervelend dat het nou gebeurd is. Ken ik geen blok. Pakken we groen. Nou, we beginnen gewoon met... Nou, trouwens nee, het is groen hè. Dus een beetje zo. Vind ik wel hebben zo. We beginnen gewoon daarmee. En dan... het is zo jammer dat je er geen achtergrond van kan maken. Zo. Het moet een beetje het huisje van de kerstman zijn, hè. Dus het is niet dat ik de wapens en alles in deze stijl ga maken. Alsjeblieft niet. Wacht eventjes. Dat ik... Ja, dat kan trouwens wel zo. Dat kan wel. Zo. Even kijken, hoor.
Ja, het huisje hoeft niet zo groot te worden. Ik bedoel, het is maar voor de kerstman, hè? Dus ho 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 en zo. Nou, trouwens, als ik dit doe, dan kan ik niet meer... zullen we dat maar niet doen? Even kijken, hoor. Dat moet dan vanaf hier. En dan 1, 2, 3. Kunnen we zo nog wel gewoon doorlopen? Ja, dat kan nog. Oké. Okay. Ik zeg ook klein. Klein is goed genoeg. Ik vind klein vind ik goed genoeg. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Want het moet maar een klein huisje worden, want ik wil niet te veel van dit soort blokken. Ik weet niet, ik vind het wel grappig, de blokjes. Maar ik vind het niet echt mooie bouwblokjes, laat ik het zo zeggen. 1, 2... Ja, dat kan wel. Hi, Bunny! Oké. Okay. Zo. Dan pakken we dat erbij. Dan maken jullie geen zorgen. In de volgende aflevering gaan we weer lekker keihard battelen. Dus dan gaan we tegen een bos vechten. Dus... Het lijkt me ook wel heel erg spannend om dat te doen. Moet ik wel eerst eventjes voor wat chlorophyte minen. Maar dat zien we dan wel hoe dat gaat uitpakken. Daar komt dan de deur. Ik heb eigenlijk eventjes mijn... Santa Claus! Ik ben bezig met je huis! Je bent te vroeg! Ik heb heel eventjes mijn... Laten we hem dan toch voor de grap een keer gebruiken. Want ik heb heel eventjes mijn hamer nodig. Oké, dat was wel heel erg brutaal. Zo. En dan dit zo. Wat voor deuren? Ik denk dat ik nog wel... Hoi. Ik denk dat ik nog wel een leuke deur heb. Ik wil wel gewoon een deur die ik al heb. Even kijken. We hebben nog wel wat meubels, dacht ik zo. Misschien. Meubels. Dus even kijken. We hebben nog een sky door. We hebben twee van die obsidian doors. Zijn dat de enige deuren die ik nog heb? We hebben green caps. Ik ga gewoon voor twee obsidian doors. Waarom? Omdat het kan. Het staat voor geen meter. Ik weet het. Daar doen we het ook voor. Ja, wat doe ik eigenlijk met die groene blokken dan? Ik heb helemaal geen inspiratie eigenlijk hiervoor. Ah ja, we kunnen dadelijk een kerstboom kopen. We kunnen een beetje met kerstdecoratie. Oh ja, dat is natuurlijk ook een probleem. Deze die moet dan open, die moet dan zo open. Want anders kunnen we hier niet doorheen lopen. Wat heb ik nog voor achtergronden? Laten we heel even kijken. Wat heb ik nog voor achtergronden? Kistje. Even kijken. Bee Gees. Wat heb ik hier? Even kijken. Marble wall. Het is jammer dat we het ijsding niet hebben. Of hebben die wel? Even kijken. Volgens mij hebben die niet. Dan zouden we namelijk een ijsachtergrond... Ja, trouwens, kan dat niet van ijs en sneeuw? Ik weet niet. Laten we zelf even kijken. Laat ik heel eventjes sneeuw hier pakken en ijs hier pakken. En dan gaan we zelf even kijken of we daar inderdaad een leuke achtergrond van kunnen maken. Maar ik ben bang van niet, dus... ik zie hier wel dit staan. Oh, wacht. Je kunt candy cane wall kun je maken. Dan maken we die groen. Never the mind. Oh, wacht. Ik zie heel even één dingetje dat wel even... Ja, sorry. Ik weet dat jij nog geen fijne muziek... Oh, wacht even. Dan heb ik dit. Zo. Ik weet dat jij geen fijne muziek vindt, Glacial. Nogmaals mijn excuus daarvoor. Dus dan maken we hier gewoon eventjes zo de achtergrond. Ik weet het jongens, ik ben heel erg lui en oncreatief nu met het kersthuisje. Maar kom op, het is maar voor één klein iets in deze let's play die ook alweer veel te lang doorgaat. Omdat ik met heel veel evenementen bezig ben geweest, zoals jullie hebben gezien. Want evenementen zijn leuk en daar heb ik heel erg veel plezier mee. Dus ja, oké, ik vind het wel dat het glas nodig heeft. Dus even dit weer bij backgrounds. Hebben we nog glas genoeg? Tuurlijk. En dan kunnen we ook gelijk even bij Steve eventjes een raampje maken. Want Steve heeft ook nog steeds geen raampje. Dat vind ik zielig. Nou, verlichting dat komt wel via... Ik ga dat niet zo fancy doen als tot ik dat toen heb gedaan. Hi Steve. Steve, ik heb een raampje voor je. Kijk eens. En ook hier bij je bank. Gewoon zo, daar. En ook eentje boven de tafel. Kijk eens. Allemaal voor jou, Steve. Dat we van je houden, Steve. Steve, je bent geweldig. Steve, beste kast ooit. Oké, nou volgens mij kun je geen kerstmeubels maken, wat ik nog steeds jammer vind. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik ga heel even kijken, maar
Volgens mij... Oh, jawel. Oh, wacht, je kunt pine doors maken. Is dat nieuw? Is dit nieuw, jongens? Volgens mij is het nieuw. Deze deuren, die kunnen we bekijken. Weg met die deuren. Zo. Die mogen even weggegooid worden dan. En volgens mij is dat nieuw, hoor. Ik kan me natuurlijk gruwelijk vergissen, jongens. Nogmaals, mijn excuses als ik me gruwelijk vergis. Maar volgens mij is dit nieuw. Oké, nou, dan kunnen we dus hier eventjes... Volgens mij heb ik ergens een fout gemaakt met de ramen, want vergeet niet, ik wil deze ook nog ophangen, dus en dat is eigenlijk het leukste als ik die gewoon... Weet je wat? Screw dat raam! Oh, ik krijg gewoon het glas terug, dat wist ik niet. Oké, nou, laten we deze dan hier eventjes ophangen. Het past niet perfect in het midden, dus dan maar zo. Sorry voor de mensen die OCD hebben, maar ja, hij is niet synchroom en daarom kan dat niet. En nou, vooruit, weet je wat, we maken dan hier een heel klein raampje zo. En qua verlichting denk ik dat we heel eventjes langs de kerstman moeten gaan die dus een huisje van iemand anders heeft ingepietst. Dat we dus heel snel willen gaan veranderen. Kerstman, jij hoort hier niet. Nou ja, laten we eens even kijken. Steampunker die is weer terug. Oké, we hebben hier de verlichting. Blue lights is allemaal voor de kerstboom. Dit is voor de kerstboom. Dit is voor ook een kerstboom. Maar praktisch gezien wonen wij in een kerstboom. Ik zou zeggen... We kopen een paar rode lichtjes en groene lichtjes. Zo. Ja. Ons thema wordt gewoon rood en groen. Nou, eigenlijk wil ik er ook wel een paar hebben om onze boom heen. Dus laten we er nog een paar bij kopen. Zo. En ook nog even daar een paar van bij kopen. Zo. Nou weet ik niet of het als echt light source telt. Maar daar komen we op een manier achter. Want het idee was dus om inderdaad de kerstlichtjes hierboven dus zo neer te hangen. Ken dat zo hier? Juist. Oh. Ah, moet ik het weer zo weghalen? Nee. Zo. Oké, en dan de rode. En dat twink. Ik heb het weer fout gedaan, hè. Rood. Oh, nee, jij moet... Nee, dat wil ik niet. Oh, jij doet dat ook trouwens zo. Prima, dan gaan jullie niet door. Jullie gaan niet door naar de volgende ronde. Ik wil helemaal niet zo. Nee, dat komt in ieder geval goed uit. Want dan kan ik die groene hier gewoon... Oké. Elk jaar weer hetzelfde gezeur. Dat gedoe met de kerstlichtjes. Dan vraag ik mij af, is het al valid housing? This house is over... Nee. Oh, nou is de steampunker natuurlijk en... Oh. We moeten echt meer huisjes gaan maken. Ik weet dat ik een huisje voor dingen moet ook nog gaan maken. Eens even kijken, zijn hier ook alle huisjes al geoccupied? Yep. Ah, ik moet dus zo snel mogelijk een huisje gaan maken, want anders komt onze fisherman niet meer terug. En ik vind eigenlijk op het kerstevent dat het dan hoort te sneeuwen. Maakt niet uit op welke biome dat je bent. Traria maken? Serieus. Het moet nou sneeuwen. Ik bedoel, je hebt kerstmis. Ik weet het, het is oer-Hollands weer. Hier in Nederland hebben we constant regen. Heeft witte kerst, dat is extreem zeldzaam. Maar, kom op, dit is Traria. Dat hoort gewoon. Nou, in ieder geval, dat werkt. En ik laat ze niet twinkelen. Dat doe ik bij ons boomhuisje. Maar ik denk ik nou nog eerst... Ik zei al, het is een bouwaflevering. Dus ik ga eerst eventjes een extra verdieping maken. En die wil ik een beetje winterwonderstijl maken. Dus ik eerst eventjes mijn inventory een beetje kleren. Want we hebben in ieder geval al ons kersthuisje. Ik vind hem er leuk uitzien. Ik hoop dat jullie hem er ook leuk uit vinden zien. Volgens mij zat ons bouwchest ook al behoorlijk vol. Even kijken. Ik zie daar nog een openingetje. Quickpack. Hij zit behoorlijk vol. Ik sta hout hier nog. Een 3 stacks hout gewoon. Goed, hout, genoemd hout. Maar met welke blokken? Ik zie hier een stack stone. Stone slab. Nog meer steen. Mechanical ruler. Hout. Mud blocks. Pearlstone blocks.
Kleeblok. Wacht eventjes, kleeblok kan gewoon daarbij. Snowblok. Daar hebben we al 999 van, dus dat gaat niet gebeuren. IJs. Ja, ik wou een ijsthema maken. Het enigste nadeel is, we hebben niet dat ijsding. Daar baal ik wel van. Deze die mag ook trouwens weg. Ik bedoel serieus, die hebben we niet nodig. Rode lampjes, groene lampjes. Wacht even, waar is nou trouwens mijn pickaxe? Oh, die heb ik hier. Jongens, ik doe heel even inventory maintenance, ik ben zo terug. Die moet ook inderdaad ergens geplaatst worden. Die verkopen we gewoon, net zoals deze, die verkopen we gewoon. Ja, dat komt nog uit de kerstpakketjes. Waarom ook niet? Hier hebben we nog wel eentje. Dat komt daar dadelijk bij. Snowhead hebben we al één. Oké. Onze inventory die is weer clear. Nou, jongens, ik ga even een spelanken potion pakken. En ik ga zoveel mogelijk frots chest proberen te verzamelen. Ken deze hier nog ergens bij? Het geeft wel heel erg weinig licht, moet ik zeggen. Maar I don't care. Goed. Ik ga heel eventjes gewoon de frost of de ijsbiome in. Ik neem eventjes een spelanken potion even mee. En ik hoop dat ik dus de ijsdingen mee kan vinden. Waardoor dat we ijsmeubels kunnen maken. En mocht ik dat weer, dan zie ik jullie in een seconde. Mocht ik het niet vinden, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Want ik wil wel een mooi ijshuisje maken. Gewoon in verband met, ja, het is toch een beetje de season to be jolly. Dus ik zie jullie als ik iets vind. Eerste kistje die we openen. De ijsmachine. Nou, weet je wat, we pakken hem gelijk en... mijn inventory zit zelfs al vol. Zo dan. Ken ik nog iets anders? Gewoon, we eten gewoon cookies. Met dezelfde player, Stevie, dat is zonde. Nee hoor, valt reuze mee. Hoi. Ik ben bijna zelfs dood aan het gaan hier. Ja, onze hele ice biome die is corrupt. Misschien moet ik een beetje met de klentenneten gewoon een beetje rond gaan spuiten overal. Want er is wel heel erg veel corruptie op het moment. Nou laten we dat ding maar hier gaan maken. Dan zien we al gelijk dat we al een paar meubeltjes kunnen maken. Volgens mij hebben we dan ook sneeuw nodig. En chains en al die dingen. Maar laten we eerst eens heel eventjes naar de tak gaan kijken die we dus willen gaan maken. En misschien dat we daar een beetje een leuk sneeuwtintje aan kunnen geven. Met verf of zo. Dus wie weet. Als eerste hebben we dus hout nodig. En de living wooden wand natuurlijk. En de leaf wand. Want we willen wel weer bladeren gaan maken. En nou, hout hebben we genoeg. Meer dan genoeg zelfs. Dus daar hebben we ons geen zorgen over te maken. En ik had al een leuk ideetje om dat heel eventjes aan deze kant te kijken. Want ja, we hebben 1, 2, 3. Het zou hier kunnen. Ik bedoel, dan gaan we hier gewoon een beetje een... kunnen we gratis geld van jou krijgen? Nee! Oh, nee. Oh, boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. En dit is een gevaarlijke ook nog eens een keertje. Doei, Mu. Oké, zet ze aan. Oh boy. Ik heb crowdcontrole en ik zal het gebruiken ook. Oh, oh. Dit gaat wel heel erg hard, jongens. Jezus! Ik denk dat ik dit bewaar in de volgende aflevering. In de volgende aflevering gaan wij dus gelijk door met een... het solar eclipse. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Morgen in de volgende aflevering zal ik gelijk 2 comments in het huisje van de Awesome Comments doen. Dus ik bedank voor jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik denk dat ik maar heel eventjes snel naar huis toe ga, want ik moet mij healen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Yeah.